Goeiedag, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van Gomis Mercedes-Benz. Ik ben hier op een prachtige locatie met een nieuwe Mercedes-Benz GLE. Bij de geheel vernieuwde GLE is de neus echt een blikvanger. En wat meteen opvalt zijn de dubbele ledstrips in de versmalde koplampen. Deze GLE is uitgerust met een AMG pakket, wat te herkennen is aan de Diamond Grille en de sportieve bumper. Als je kiest voor de adaptieve cruise control Distronic, zit de radar achter de ster verwerkt. Een leuk feitje is dat deze ster ook verwarmd is, zodat hij altijd schoon blijft bij sneeuw of bij vorst. Optioneel bij het AMG pakket zijn deze hele stoere 22 inch AMG velgen. Een belangrijk designelement van de GLE, wat al vanaf de eerste generatie aanwezig is, is de schuin aflopende C-stijl. Net als de koplampen zijn ook de achterlichten versmald. Wat meteen opvalt als je de auto vanaf achter bekijkt, is de enorme schouderpartij die de auto optisch breder maakt. Deze GLE beschikt over de optie Keyless Go, waardoor ik de achterklep kan openen zonder mijn handen te gebruiken. En om het inladen wat gemakkelijker te maken, beschikt deze auto over het Airmatic luchtvering, waardoor ik de auto van achter kan verlagen. De auto is met zo'n 10 centimeter gegroeid, waardoor de laadruimte wat groter is en er optioneel een derde zitrij mogelijk is. De GLE is van buiten helemaal vernieuwd, maar natuurlijk is aan de binnenkant ook heel veel veranderd. Zo zie je hier dat enorme widescreen, wat overigens is uitgerust met het MBUX systeem. Aan de middenconsole vallen meteen de handvaten op, waar je aan kan vasthouden op het moment dat de auto off-road rijdt. Doordat de auto 10 centimeter langer is geworden, heb je achterin ook heel veel beenruimte. Met mijn 1,92 meter heb zelfs ik een zeeën van ruimte achterin. Ik hoop jullie genoeg informatie te hebben kunnen geven over de Mercedes-Benz GLE. Voor meer vragen bent u natuurlijk van harte welkom op een van onze Gomis-vestigingen. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video.